De ministers van Energie in dit land die ondertekenden een energiepact. Nu, de N-VA, de grootste partij van België, die is geen fan van dat akkoord. En ook de werkgeversorganisaties schreeuwen moord en brand. Waarom? Omdat alle kerncentrales in dit scenario dicht moeten in 2025. Professor Johan Albrecht van Itinera Instituut en ook van de Universiteit Gent, die objectiveerde voordat die hele discussie losbarstte al het energiebeleid in dit land en bedacht een aantal scenario's tot 2030. Dat boek, alles is in een boek opgetekend, Energie Trilemma, is vandaag officieel en plechtig voorgesteld. Maar professor Albrecht, de afgelopen weken was u al uitgebreid in het nieuws en de krantenkoppen van deze week en vorige week, die luiden uitstoot stijgt met de helft, bijsluiting kerncentrales of in hetzelfde scenario elektriciteit dubbel zo duur tegen 2030. Toch maar openhouden dan een aantal kerncentrales? Wel, hier worden een paar resultaten eigenlijk benadrukt uit de modeloefening. We hebben gewerkt met 4 scenario's en er zijn ook scenario's waarbij natuurlijk de vraag kan dalen en waarbij eigenlijk heel veel bijkomende capaciteit aan hernieuwbare bronnen worden ontwikkeld eigenlijk. En in die scenario's vinden we een lagere behoefte aan gascentrales, ter compensatie van de kernuitstap. En dat geeft dan natuurlijk ook wel aanzienlijk veel minder CO2-uitstoot bij de productie van elektriciteit. Dus eigenlijk, de modeloefening is heel divers. En dat betekent dus niet per definitie dat we moeten uitkomen in die scenario's met inderdaad een toename van die CO2-uitstoot. Dat zijn die scenario's met de meeste bijkomende gascapaciteit eigenlijk. Oké, inderdaad. Maar als we uitkomen in een scenario waar je naar minder uitstoot gaat, of toch in ieder geval niet meer dan vandaag het geval is, dan moeten we in ieder geval de vraag enorm gaan bijsturen. Ja, dat is een heel belangrijk resultaat uit onze oefening. Als we effectief die vraag kunnen doen dalen naar 2030 toe, dan kunnen we natuurlijk de noodzaak aan bijkomende gascentrales gaan verminderen met pakweg 1500 megawatt of zelfs meer. En dat geeft dus een lagere investeringsfactuur wat dat betreft en dat geeft ook lagere CO2-uitstoot. En dus dat blijkt toch wel een belangrijke opportuniteit te kunnen worden naar 2030 toe. Maar is dat geen fata morgana? Als je kijkt naar het energieverbruik, dat daalt niet goed, dat stagneert wel. Maar je hebt in de toekomst de elektrische wagen die opkomt, die zal enorm veel energie eisen. Is dat realistisch? Wel, we moeten natuurlijk rekening houden met inderdaad elektrische voertuigen, maar ook warmtepompen bij nieuwbouw. Dat gaat ergens de vraag naar boven gaan duwen. Maar veel technologische doorbraken zijn pas begonnen eigenlijk. Denk aan de LED-revolutie, die is eigenlijk pas begonnen bij het gebruik van verlichtingstechnologie bij particulieren en ook bij bedrijven. En we hebben allemaal thuis technologie staan die dikwijls 8 of 10 of meer jaren oud is. Als we die gaan vervangen door hypermoderne technologie, die veel zuiniger is, kan in elk aspect van onze economie een besparing worden gerealiseerd. En natuurlijk, dit vraagt wel een sterk ondersteunend beleid met de juiste prikkels om echt consumenten en bedrijven te doen, nadenken over hun gebruik en echt te willen investeren. Nee, maar gewoonweg productregulering bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waarom moet af en toe nog technologie in de markt blijven die helemaal niet efficiënt is, als er genoeg goedkope, meer efficiënte alternatieven al bestaan eigenlijk. Dus we kunnen strenger zijn wat betreft wat komt in onze markt, wat gaan we al dan niet laten verdelen in onze markt. Daar kan zeker en vast aan gewerkt worden. Ja. Er zijn verschillende scenario's beschreven. Je kan kiezen voor het ene en dan wel voor het andere. Wat is uw favoriete scenario? Wel, er is geen perfect scenario. Er zijn een paar scenario's die natuurlijk goed scoren wat betreft kostprijs. En een paar andere scenario's die natuurlijk beter scoren wat betreft misschien CO2. Maar uiteindelijk moeten we kijken naar dit verhaal op lange termijn en dus veel economische parameters gaan moeten worden bijgesteld in de loop van het verhaal eigenlijk. Bijvoorbeeld, wat is de kostprijs van offshore wind? Dat zijn zaken die pakweg 6 maanden terug als relatief hoog werden ingeschat. En dus vandaag kijken we daar anders naar door een paar evoluties in onder andere Nederland en Duitsland eigenlijk. En dus er gaan een paar verrassingen komen tussen vandaag en 2030. Rond heel veel technologieën. En we moeten denk ik vandaag vooral kiezen naar wat is de grote richting. Als dat een richting is zonder nucleair, moeten we natuurlijk genoeg gascapaciteit kunnen garanderen tegen 2025. En dus de behoefte aan gascapaciteit hangt onder andere af van natuurlijk hoe gaat die vraag evolueren en wat wordt de expansie van hernieuwbare capaciteit. En dus we moeten in functie van die trajecten eigenlijk die gascapaciteit proberen te identificeren. Maar door een goed beleid kan je daar echt wel op inspelen, denk ik, omdat het verschil tussen de behoefte aan gas
Bij een toename van de vraag en bij een daling van de vraag is vlug 1500 megawatt. Hè. Mm-hmm. En dus je kan op 7, 8 jaar tijd toch zeker en vast wel een paar accenten gaan uitwerken om, dankzij goed vraagbeleid, die behoefte aan nieuwe centrales eventueel te gaan minimaliseren. Ja, dus kerncentrales openhouden, het hoeft niet? Wel, dat is een politieke beslissing, maar we mogen niet denken dat het langer openhouden van een paar centrales per definitie energiezekerheid biedt. Ook als we gaan 2 gigawatt gaan verlengen, dan moeten we nog bijkomende gascapaciteit krijgen tegen 2025. Anders is er helemaal geen energiezekerheid. Dus er moet hoe dan ook een plan komen om genoeg capaciteit daarnaast te kunnen plaatsen. Alleen dan is er energiezekerheid. En dat primeert denk ik toch voor onze bedrijven en onze gezinnen. Het energiepact is dus een pact in de goede richting? Het is een pact dat al een richting aangeeft. En het kan zeker worden verfijnd en bijgestuurd. Maar we moeten denk ik vandaag vooral kiezen voor... Inderdaad, wat is de finale keuze rond nucleair of niet? En als we daar duidelijk over zijn, kunnen we gaan werken aan een complementair beleid om dat effectief mogelijk te maken. Ja, maar werkgeversorganisaties zijn zeer ongerust. Die zeggen ja, dat gaat veel duurder worden als we die kerncentrales gaan sluiten of allemaal gaan sluiten. Ze staan er nu toch, maak er gebruik van. Het zal ons een serieuze slok op de borrel schelen. Het is inderdaad het goedkoopst om te blijven voortwerken met een deel van ons nucleair park. Maar het kostenverschil is natuurlijk altijd ook een beetje afhankelijk van hoe zijn die rekenoefeningen uitgevoerd. Ook onze eigen rekenoefening stopt in 2030. En als we gaan nucleair verlengen of een deel verlengen tot na 2030, tot pakweg 2035, wel ja, dan moeten die in 2035 worden vervangen door wellicht een deel terug gascentrales. En natuurlijk, een gascentrale die wordt gebouwd om pas tegen 2035 operationeel te worden, die gaat veel minder gebruikt kunnen worden dan een centrale die gaat gebouwd worden om tegen 2025 al gebruikt te worden. Dus we gaan een paar investeringen toch nog moeten doen, weliswaar later. En dat gaan misschien ook wel vrij dure investeringen zijn. Dus je moet ook met die tijdsdimensie een beetje rekening houden als je die kostencijfers wil gaan vergelijken. Oké, en een gasgestookte centrale, hoe snel staat die hier? Ik denk puur bouwtechnisch hebben al een paar landen die klus geklaard op 1,5 jaar. Maar natuurlijk, het hele traject daarvoor, hè, vergunningen, overleg met stakeholders en noem maar op, dat duurt aanzienlijk langer. Hè. En dus ik denk dat het echt wel belangrijk is om tijdig te beginnen aan het hele traject om tegen 2025 voldoende gascapaciteit erbij te kunnen krijgen. Oké, maar moeten we wel in rekening nemen, de vraag moet omlaag, want anders gaan we naar hogere CO2-uitstoot. Ja, bij een lagere vraag wint eigenlijk iedereen. Oké. Professor Albrecht, hartelijk bedankt. Dank u wel. Dames en heren, tot morgen.